Ja, Debbie, dat is zeker snel gegaan. Want vorige week woensdag is het meisje dus ontvoerd op de Dierense Laan. Door een man in een witte polo. En eigenlijk 10 minuten daarna is ze weer uit de auto gezet en bleek ze te zijn misbruikt. De politie heeft daarop geflyerd, heeft billboards neergezet. En daarop zijn een aantal tips binnengekomen. Gisteren op het TV Westnieuws hebben wij beelden laten zien van die witte polo. En om 7 uur 's avonds is een 52-jarige Hagenaar klem gereden in de Van der Kunststraat in Den Haag. En ik sprak hier eerder over met politiewoordvoerder Wim Hoonhout. Ja, het recherche-team heeft sinds woensdagavond vrijwel continu gewerkt aan de ontknoping van deze zaak. En uiteindelijk leidde dat gisteravond tot de aanhouding van een 52-jarige man in Den Haag. Er is ook een 27-jarige Hagenaar aangehouden. Waarom zijn er eigenlijk 2 mannen aangehouden? Ja, het rechercheonderzoek stuit op deze man, waardoor ook hij is aangehouden. En de komende dagen moet blijken wat de betrokkenheid van beide verdachten is geweest. Zijn deze verdachten bekenden van de politie? Nou, daar kan ik nu niks over zeggen. Beide verdachten zitten in beperkingen. We kunnen niet te veel over deze achtergronden, maar ook over hun rol bij het strafbare feit kwijt. Wellicht bij de vorige leiding over een paar dagen. En als we dat kunnen halen, of we daar iets meer over kunnen zeggen. Ja, deze 27-jarige Hagenaar en deze 52-jarige man die zitten dus in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. De 27-jarige man die is overigens aangetroffen in de woning van de 52-jarige verdachte. En wat precies zijn rol is geweest bij de ontvoering en misbruik van het 6-jarige meisje, dat kan de politie nog niet zeggen. Lana de Wit bij het hoofdbureau van de politie in Den Haag, dankjewel.